Morgen, nog vanuit Sweetie, zonnig Suriname. Komt erbij, komt erbij. Ik wacht op jullie. Even kijken. Ja. Morgen, 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 morgen. Ik ben op een school. We blijven jullie. Goedemorgen vanuit Sweetie, Suriname. Precies, ik ben in een klaslokaal. Ik heb u verteld, 2-3 weken geleden heb ik gevraagd aan wat schoolhoofden, laten we met elkaar komen om te praten. Wat is het probleem? Ik geef geen les, ik zit niet op een school, dus laten we even met elkaar praten. Maar gelukkig waren ze bereid. Ik had gezegd, laten we prikken jullie een datum, ik maak me vrij. Vandaag was het dag 11 maart. En we hebben gesproken met elkaar. Ik zal even opnoemen welke scholen er zijn. Ik heb ze ook gevraagd of er vaker vergaderd wordt, maar vanaf COVID is er niks gedaan. Ik zeg nou, dames, dan is het tijd, waar alleen maar dames overigens, om dit ding weer nieuw leven in te blazen. We moeten samenkomen, je moet gaan praten met elkaar. En die behoefte was er duidelijk. Ik had ze uitgenodigd om te praten over het broodproject. Van wat hebben we nodig? Hoe gaan we het in... Weet je, samen doen. Ik bedoel, ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet weten hoe doen jullie het en wat zijn jullie voorstellen en dat soort dingen. Sint Ignatius school was er. OS 1 Geiersvleit. Sint Helena school was er. Schoolhoofden, hè. OS Blauwgrond was er. De Bluffbaan school was er. Elisabeth 1 was er. Elisabeth 2 was er. En de Sint Gertruiden school, dat ben ik nu. En daar hebben we met elkaar gesproken. Vanaf 10 uur was de vergadering. En het is goed gegaan. We hebben gesproken van hoe kunnen we los van politiek gaan zorgen voor een oplossing. Er zijn verschillende dingen benoemd. En waar ik was enthousiast over één juffrouw die vertelde, van schoolleider, die had het over... Zij heeft bij haar op school, bij Dag Sint Helena school, een goodwill project. Dat betekent dat iedereen, alle kinderen af en toe iets meenemen van huis uit. En dan wordt er een gezin gekozen en dat gezin krijgt dus zeg maar de spullen, rijst, zeep en van alles. Dus een goodwill project. Geweldig. Geweldig. En een andere juf, een andere leiding, die had het over... dat sommige jufs waren... Het was heel veel. Je kon merken dat er frustratie leeft hier. En ik was voor het broodproject. Dus ik heb gezegd, jongens, ik merk dat er behoefte is om te praten. Gaat dit met elkaar weer oppakken? Maar een van de juffrouwen die zei van, ja, want sommige juffen zijn echt gefrustreerd. En dat merk je ook. En toen zei een andere schoolleiding, dat zij heeft een schildpaddenhoekje. Ze zei, je weet, schildpadden trekken zich terug. En ik heb dan een hoekje. Als ik merk dat een juffrouw een beetje gefrustreerd is, dan... Zeg ik, ga maar lekker in het schildpaddenhoekje zitten. Kom daar even tot rust, ik neem wel je klas over. Nou, dat vind ik geweldig. Die creativiteit. En ik heb ook zo gecomplimenteerd. Ik vind het geweldig dat jullie op jullie vrije dag zijn gekomen. Zaterdag, dat is ook hun vrije dag. Zijn gekomen om te praten samen met Travas D. Om te kijken, hoe kunnen we dit ding echt vorm gaan geven. We moeten het samen doen. U weet, ik blijf altijd praten over samen doen. Ik heb meneer Vismalen benaderd. Meneer Vismalen heeft een bakkerij. Die zou broodjes kunnen leveren. Dus dat heb ik al. En ik ga dan verder om te kijken hoe kunnen we helpen. Nu ik deze scholen heb, zoek ik dus. Dat heb ik ook al gezegd. Als ik het in kaart heb, hoeveel het kost per school. Wil ik voor elke school een iemand zoeken die de school adopteert. Dat is makkelijker. Is het overzichtelijker. Weet je, zeg maar, ik heb hier de Sint Helena school. Die hebben dagelijks 23 broden nodig en beleg. Ze zorgen zelf voor verpakkingsmateriaal en siroop 1 week. Nou, als ik zeg maar daarvan de begroting heb gemaakt, ze heeft me een aantal leerlingen gegeven, dan ga ik een begroting maken en dan zeg ik bijvoorbeeld aan Hubert, de Sint Helena school heeft per week of per maand, ik noem maar op, €50 nodig. Zou jij deze school willen adopteren tot en met augustus? Zoiets. Ik noem Hubert zijn naam omdat ik even zijn naam moet zien. Ik heb ook gesproken met hun over warme maaltijd. We hebben gesproken met elkaar en ze gaan zelf even kijken hoe kunnen we dat het beste doen. Er werd gezegd, ja, voor alles moet je toestemming hebben van de inspectie.
Ik zeg nou, als we gaan moeten wachten op toestemming van inspectie, dan gaan we nergens komen. We gaan de inspectie mededelen. We zien die behoefte op school. We zien de nood binnen onze leerlingen. En wij als schoolleiding hebben besloten dit en dit te doen. Schuif op als jullie... Ik bedoel, we gaan niet wachten op toestemming van mensen. Jij als school vertelt dat wat je gaat doen. Je geeft duidelijk aan wat je gaat doen, waarom je het doet. Je deelt het mee. Want even wacht die toestemming voor school, voor inspectie, dan langer dat je wacht. En nu als schoolhoofd heb jij een morele verantwoordelijkheid. Je ziet dat er honger is bij kinderen. En ik heb dus hier alle blaadjes opgeschreven. Ik heb iedereen had ik een opdracht gegeven. Laat u zien wat u nodig heeft, voor hoeveel leerlingen. Dan gaan we eraan werken. Ik moet het met hun doen. Binnen dit appas scoren. We kunnen het samen doen. Ik heb veel frustraties gehoord hier. Ongelooflijk. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat jullie moeten doen? Is er niet, hoe vaak komen jullie bij elkaar? Ja, die cluster dingen is er sinds COVID. Ik zeg nou, dames, dan is het tijd nu. Ga dat ding nu leven inblazen. Ze zouden het doen. Ik zeg, hoe vaak doen jullie een teammelding? Toestemming hebben van inspectie. Doe het op een andere manier. Doe het. We gaan niet wachten inderdaad op een regering. We gaan niet wachten op initiatieven. Wij als school gaan beginnen. En we gaan inspectie mededelen wat we doen. Ja? En als inspectie het niet goed kunnen, moet inspectie zorgen dat de kinderen brood krijgen. Ja, dat lijkt me sterk. Dat, maar het was een goede meeting. Ik ben bijna geschrokken van de problemen. Maar ze gaan het verder oppakken. Ze hebben ook bedankt dat ik dit heb gedaan. En dat ik ze dus nu weer nieuwe energie heb gegeven. Maar nogmaals, ik kan niet alles. Dus zij moeten het gaan doen. Ik heb deze lijst. Ik heb geld gekregen vanmorgen. Opgehaald van een mevrouw uit Amerika. En zijn mensen die hebben geld gestort. Dus ik kan al beginnen voor de komende week te zorgen dat ik de broden. En dat wil ik afnemen bij een lokale ondernemer. En meneer Vismalen is een lokale ondernemer ook. Ondersteunen. En ik ben hoopvol gestemd. Zeker nadat ik met deze mensen heb gesproken. Die echt. Een paar die echt heel erg gefrustreerd zijn. En anderen die zeggen van kom op. No. Laten we het positief blijven doen. En ik ben erg, erg blij. Hoopvol gestemd. Dus lokale ondernemers inderdaad. Dus meneer... Vismalen gevraagd en daarom zegt zo gauw ik weet het aantal leerlingen heb ik nu, ga ik het aan hem doorgeven en dan moet hij het bezorgen voor mij. Dus dan moet ik ook gaan betalen voor benzine, maar liever één, dat ik bij eentje ben en misschien dat we in de buurt kunnen gaan kijken naar een lokale bakker in, op Tourtonne of zo. Maar meneer Vismalen, die doet ook heel veel goeds, dus dan kunnen we ook elkaar zo ondersteunen. En dan ga ik kijken of ik groothandelbedrijven kan benaderen om te zorgen of zij tegen een gereduceerde prijs de jam, de chocopasta, de pindakaas, de leverpastei, de kaas kunnen verkopen. Dus we moeten het samen doen, we gaan niet wachten mensen. Dus ik ben blij dat ze zijn gekomen. Ik heb het afgesproken al 3 weken, 11 maart en het is vandaag. Ja, dat is het idee inderdaad, 2 of 3 donateurs per school. Weet je, het geld zeg maar, wordt bij mij gestort. Ik zorg dat er dingen betaald worden. Of het wordt rechtstreeks overgemaakt. De school heeft natuurlijk geen Nederlandse rekening. Dus we moeten het samen doen. En wie breed in haar rijden, vrouw, die moet je even schetsen. Want niet allemaal willen op beeld. Ze zijn een beetje verlegen. Maar je ziet ze zitten nog met elkaar te praten. Je ziet ze daar. En ze praten, die behoefte is er duidelijk. Er is behoefte. Dus ik heb ze gezegd, gaan jullie dit weer oppakken? COVID is voorbij. We gaan gebruiken morgen. Go samen, go. En ik ben zo dankbaar dat we het kunnen doen met elkaar. En ik ben dankbaar dat ik zulke gemotiveerde vrouwen heb. En dus ik ga nu in kaart brengen. En dan ga ik het op de dingen plaatsen, op mijn page. Welke school dit heeft en hoeveel het nodig heeft. En dan ga ik zoeken naar donateurs, naar adoptie. Donateurs nou, die een school willen adopteren tot en met augustus, tot na de vakantie. En tegelijkertijd heb ik ze ook gevraagd om te kijken naar de thuissituatie, om te ook moeten gaan werken aan een oplossing. Ja? Ja. Dus we gaan het zien. Dank jullie wel voor het kijken. En jullie gaan meer hierover horen. Maar ik ben zeer dankbaar, zeer blij, hoopvol gestemd dat er zoveel, we waren met z'n tienen hier denk ik, ik ben gekomen van het Noord. Ik ben een pilot op Noord begonnen. En hopelijk
dat het dit andere scholen stimuleert in de wijken, Latour, wijken Zorg en Hoop, wijken Centrum, om met elkaar te gaan praten en ook met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we het oplossen voor de kinderen. Want het gaat immers om onze kinderen. Dus, Mibreti, de eerste set is gedaan, de eerste stap is gedaan. En ik ben blij dat ze me hebben ondersteund en dat ze ook zijn gekomen. Dat is geweldig. En we gaan het tillen naar een hoger niveau, mensen. Dit ding moet beter geregeld worden. En we gaan het doen. Dank jullie. Later, goed weekend. En ik ben er later weer met deze informatie. Ciao, ciao.